Ja, Frankie, 0-0 hier in Utrecht tegen FC Utrecht. Dat is niet best. Allerlei factoren misschien die van invloed waren. Waar lag het volgens jou het meest aan? Lag het volgens mij het meest aan. Ik denk dat we heel weinig kansen gecreëerd hebben. En ik denk dat het normaal ons sterke punt is dat we veel kansen creëren. En vandaag was dat gewoon te weinig. Ja, dan is de vervolgvraag, hoe kwam dat Ajax zo weinig kansen kon creëren? Utrecht had het ook wel goed vastgezet, moet ik zeggen. En op dit veld is het toch wat lastiger om er echt doorheen te voetballen. Want je hebt meer contacten nodig tot de bal echt goed ligt. En dus dan gaat het tempo, is ook minder hoog automatisch. Dan kunnen ze zeggen van het veld is geen excuus. Maar dat helpt natuurlijk niet mee, daar moeten we eerlijk in zijn. Maar ook in de laatste fase hebben we een paar verkeerde keuzes gemaakt. En het was vandaag gewoon net niet. Het veld is slecht, daar heeft Utrecht natuurlijk zelf ook last van. Een slecht veld, dat kan nog, maar dit was echt gewoon een zandbak. Ja, precies. Nou, Utrecht heeft er wel minder last van, vind ik, want die spelen veel de lange bal. Dat is niet per se slechter, maar dan heb je minder last van het veld in ieder geval. Maar dit was echt een slecht veld, maar alsnog is het geen excuus, want wij moeten gewoon altijd winnen van Utrecht. De nieuwe trainer Erik ten Hag kent deze club natuurlijk als geen ander. Wat was jullie plan vooraf? Wat had hij jullie meegegeven? Nou, we wisten wel hoe ze gingen spelen en hoe ze druk gingen zetten en zo. Dat kwam allemaal wel uit. Alleen, ik denk dat wij vandaag gewoon niet ons niveau gehaald hebben en daarom niet gewonnen hebben. Nee, daarbij werd jij ook nog eens enorm uitgeschakeld. Jij kon bijna niet mee opkomen. Dat heeft Utrecht goed gedaan, of niet? Ja, klopt. Alleen de laatste fase, de laatste kwartier, zag je dat ik veel meer aan de bal kon komen. Toen kon ik ook naar voren en inschuiven. Toen kwam er ook wat meer gevaar. Dat is dan lekkerder. Maar voor de rest hebben ze het aardig vastgezet. En achterin kan je dan niet zo gaan vrijlopen dat je echt de bal kan krijgen. Dan moet je echt op het middenveld staan. Maar dat hebben ze prima gedaan inderdaad. 0-0, geen doelpunten. Moet ik zeggen dat Utrecht ook wel kansen heeft gekregen. Natuurlijk, Onana heeft ook een paar keer goede redding gebracht. Feit is, 7 punten achterstand op PSV nu. Hoe dramatisch is dat? Nou, dat is wel slecht, 7 punten achter. Maar niet onoverbrugbaar, denk ik. We krijgen PSV nog. Dus dat, als je die wint, is het 4. En dan moeten we eerst zelf maar eens alles winnen. Ik kan wel zeggen van hopelijk speelt PSV punten. Maar ik denk dat we gewoon zelf alles moeten winnen. En dan hopen dat PSV punten laat liggen. Heeft Ajax het vooral dus aan zichzelf te wijten vandaag, vind je? Ja, sowieso. Als we niet winnen, hebben we het altijd aan onszelf te wijten.